But if you close your eyes. Hey, goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik denk dat het vandaag maandag is, maar goed. Het is vandaag dinsdag. Het is nu lekker weer buiten. Ik sta voor mijn raam. Ik weet niet of jullie dat kunnen horen, maar vast wel. Kijk. Hoe mooi is dit? Mooi, very pretty. Ik sta dus in de keuken. Ik ga zo ontbijt maken. En er is één ding wat ik echt super lekker vind in deze hele vakantie. En dat zijn deze Carrefour Kids Crabs. Deze heb ik gekocht toen in... toen ging ik stoppen een keer. Ik weet niet meer waar. Maar toen kreeg ik ook die gratis Red Bull. Kijk er even de eerste vlog van. Die is echt leuk geworden. Vandaag is ook de allereerste schooldag weer begonnen voor heel veel mensen. Dus good luck. Jullie kunnen het allemaal goed leren. Goed hard werken. Ik ga lekker eten. En vandaag gaan wij naar de beach, de pool. En geef even goed lopen. Dus dat ga ik nu vandaag doen. En ik neem jullie weer gezellig mee op stap. Dus let's go. We gaan beginnen met de brand new day. Wat zeg ik allemaal? We gaan beginnen met deze dag. Deze hele mooie, fantastische, vette, leuke dag. Oké, we zijn aangekomen op het strand. Ik ben al 2 keer de zee in geweest. Hier achter me zie je de zee. Heerlijk aan het genieten. Super zin in. Mijn haar ziet er weer echt kapot mooi uit. Dus ik heb weer de award voor beste hairdress gewonnen. En het is nu 2:30. En ja, we gaan lekker genieten van de laatste zonnestralen. Hier is het Frankrijk. En ik heb er wel super veel zin in om ook weer even naar huis te gaan. En mijn hele oude klas is weer herenigd met elkaar van de theaterschool. Sad. Nee. Ja, omdat ik te lang ben. Maar ik ben ook, ik ben langer dan jou. Ik denk dat jij wel lekker. Is dat? Nee, liever niet. Het is dat eigenlijk een beetje. En voor de rest ben ik nu heerlijk aan het genieten. Van de zon op mijn rug. Ik hoop maar even weer iets aan de brand. En ik ga eventjes. Oké, ik vlog even met mijn mobiel, want mijn camera is helemaal onder in mijn tas. We gaan nu even lekker frietjes halen. Zoals je kan zien lig ik in bed. Het is nu 9:15 of zo, denk ik. Laat is het 9:50. En ik lig in bed. Ik ben alweer een tijdje thuis. Ik heb gegeten, ik heb gedoucht. Ik heb een dutje gedaan. Samen met Quinn heb ik een dutje gedaan. Quinn was ook very tired. En het plan was om nu uit te gaan. Maar we zijn allemaal moe en ik heb nog wel energie over om uit te gaan, maar ik ga niet alleen. Dus dat. En Quint zit me echt aan te kijken van, what the heck, wat praat jij? Ja, dus dat. Vandaag is ook de tickets live gegaan van Leeuw Kleine. Dus daar ga ik ook naartoe met Jamira. Super zin in. En we zitten nu hockey te kijken. Vrouwenhockey. Maar ik volg het niet echt. Want ik zat gewoon net vlogs te kijken. En toen dacht ik van, oh ja, even over mijn eigen vlog. Ik moet nog een update geven aan mijn kijkers. Dus dat. Nou. En we gaan zo meteen. Ik heb echt zin om die churros te maken trouwens, Quinn. Ik heb echt zin om die churros te maken. Ja, dat gaan we zo maken. We hebben zo'n verpakking gekocht. Wacht, laat ik jullie zo zien. We hebben een verpakking churros zelf, dat je zelf churros kan maken. Die je alleen moet bakken. Maar die hebben we gekocht. En die laat ik jullie zo zien. Dus dat gaan we zo maken. Making some churros. Waarom spet ik dat altijd gewoon? Hè?
Ik zou dat pas op het laatste doen. Oh. Wat? Echt spettertjes? Oh my god. Oké, dit hebben we bij de Lidl gekocht. Zo'n zak met churros. En dat gaan we maken. Of dat zijn we nu aan het maken. Heerlijk. En dan doen we er wat suiker op en dan gaan we straks lekker kaarten en rummikuppen. Dus een gezellig oude, ja, oud spelletjesavond wat je vroeger ook altijd deed op vakanties. Jamie is hier zo lekker aan het werk. He? Hij is lekker voor jullie zijn vlogs aan het editen. Oh, hij is gewoon muziek aan het luisteren, zie je. Met twee koptelefoon. En hij gaat nu live. Dat gaat hij heel vaak. En dit zijn dan de churros geworden. Super lekker. Oh my god. Freaking god. Oké. Inmiddels is het al 11:45 en ik ga lekker slapen. Ik heb mijn bed weer helemaal mooi opgemaakt. Lampje aangezet, dat is Afrikaanse kunst. Dat heb ik me laten vertellen. En ja, ik ga zo lekker slapen. Ja, die vind ik echt wel leuk. Die... Ja, maar weet je wat je wel kan doen? Je kan ook, als je dat wil, dat je die Tommy's gewoon aandoet. En dat je dan gewoon je slippertjes in je tas doet. En als je ze niet meer trekt, dan... Ik vind ze echt wel leuk. We zijn aan het kijken voor kleding voor morgen. Want morgen gaan we naar Roosels. En dat is super leuk daar. En dan hoop ik. Ik heb er wel zin in. Ik vind deze wel echt klassiek. Ik vind deze echt heel leuk. Echt zo'n... Maar het kan ook als een soort van uitgaansoutfit zijn. Het is echt heel leuk. Ik vind ze echt heel gaaf. Ja, ik vind deze echt heel gaaf, Quinn. Echt heel leuk. Dus... wat zou ik moeten tellen? Oh ja, we gaan morgen naar de Roosels. Super zin in. En we gaan daar lekker gewoon drankjes doen. Even kijken waar mijn is. Cultuur snuiven weer. En dat soort dingen. Quinty krijgt de schoenen niet uit. Maar bij deze sluit ik ook de vlog af. Ik hoop dat jullie hem weer hartstikke leuk vonden om naar te kijken. Heb je de vorige vlogs nog niet gezien? Ga dan zeker die vlogs ook even kijken. Want die zijn echt wel leuk geworden. Doe alvast die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder de vlog. En vergeet me zeker niet te volgen op social media. Twitter, Instagram en Snapchat. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Die morgen weer voor jullie fresh online staat. Dus tot morgen. Doei.